Edwin. Hoi. Kom maar lekker in. Warm busje. De polo is gegroeid. De polo is gegroeid. Het budget is uitgegroeid. En hoe hoor je mee, joh? Zit je goed? Ja. Denk je wel even om het garreltje? Ja, dat doet niet iedereen, hè? Nee, dat schijnt niet iedereen goed te doen, hè. En hoe kom ik daarbij, Roy? Ja, dat is nog een beetje het meest lastige. Ah, een beetje doordruk, dan kom je bij, dat lukt ja. Maar hoe is het, Edwin? Goed? Goed, hè? Ja? Kom je de tijd zo'n beetje door, de coronatijd? Ja, gewoon een beetje doorzetten, hè? Ja, merk je op werk ook wel dat het een beetje rustiger is geworden, een beetje anders? Ja, anders. Anders. Het is... we waren natuurlijk altijd hartstikke druk. Ja. Het is nou beheersbaar druk. Ja. Ja, en qua uitvoering hebben we er nu zo gek ook veel last van. Nee, oké. Okay. Klussen en zo gaan we door. Wij werken buiten, joh. Ja. Wij hoeven niet binnen te zijn. En je werkt bij de vereniging als consultant? Consult? Ja. Ben je een beetje door? Nou, daar heb je weinig werk van op het moment, hè. Ja? Niks? Ja. Nou, punt 1 is er geen voetbal natuurlijk. En, ja, het is natuurlijk, ook al was het voetbal, had ik er nou nog geen werk van, want het is mooi weer. Ja, en hoe ben je daar zo terecht gekomen dan, op die functie? Ja, kijk, mijn wederhelft die zit in het bestuur. Ja. Ja, die kader gaat een keer aan, die zegt van joh, ze zoeken een consul. Ja. Nou, dat werd in mijn ogen nogal wat gewichtig gebracht, ik dacht van nou, zo moeilijk kan het niet wezen toch? Ja. Huh? Ja. Maar het is toch lastiger dan ik dacht. En wat doe je dan precies? Ik keur of het veld bespeelbaar is en of dat het veranderd is op de speel. Ja. Maar ja, dat is eigenlijk wat bijzaak. Want ja, de toestanden eromheen maken het zwaarder. Ja, 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 ja. Wat moet ik dan denken? Iedereen heeft zijn belang, hè. Ja. En de een die vindt dat er gespeeld moet worden en de ander zegt van doe maar niet. Dus je wordt nogal eens gehept vanuit Café Langelo en Zwanenveld van... Ja, nou, ik vind het mooi dat iedereen wil voetballen. Ja. Maar dat ze zich daar s'nachts om 4 uur nog druk over maken of dat het doorgaat, ja of nee. Nou, moet ik zeggen dat ik dat zelf ook wel eens gedaan. Ja, hè? Ja. Ja, nou goed. En dan krijg je dus s'nachts al eens een telefoontje. Ja, ja van? Ja, nee, ja, moet ik de naam benoemen? Rinkema! Ja, nou laten we het. Ja, zijn voornaam begint met J en eindigt op Euro. Laat het zo maar zeggen. Ja. Nou, laat het zo maar zeggen. Ja. Oké. Okay. Maar goed, dat kon ook actie van mezelf in, hoor, zo is het ook. Huh? Precies. Ja. Ja. En kom je oorspronkelijk ook uit Langelo of heb je hier altijd gewoond? Huisterheide. Huisterheide. Geboren en getogen op de Norgevaart. Ja. Halfjaartje met Christa in Roden gewoond. Ja. Die had al een eigen woningje. Oké. Okay. Dat was een duplex woning. Ja, toen wouden we zelf wat kopen. Dat is er rijden. Ja. Ja. Het was eigenlijk een beetje. Ik werkte in Assen bij de dakdekker. Christa werkte in Roden bij de bank. Ja. Ja, toen was de afweging van wat doen we? Gaan we naar Roden of gaan we naar Assen? Mm-hmm. Ja, de woning in Assen was natuurlijk. Het aanbod was veel groter. Ja. En de woning was wat goedkoper. Ja. Daar 2 jaar gewoond, ja, toen dacht ik van dit is toch niet. Ik moet zorgen dat ik weer terugkom in het dorp, op mijn vlakte. Ja. En toen kwam er een huisje te kopen, een huis te rijden. Die hebben we gekocht in 1997, denk ik. En daar hebben we tot 2009 gewoond. Okay. En toen zijn we naar Langelo verhuisd. Ja, omdat eigenlijk het bedrijf daar niet meer paste. In een huis te rijden? In een huis te rijden, ja. Dat was veel te klein. We zijn verplaatst naar Langelo. Nou, eerst 5 jaar nog vanuit Langelo gewerkt vanuit huis. Ja. Ja, toen liet daar de ruimte ook niet meer toe. Toen hebben we een pandje gekocht in Roden. Ja. Nou, dat was tot nu toe nog de beste zet wat we ooit gedaan hebben. Oké. Okay. En je voetbalcarrière, is die al een keer van de grond gekomen of dat niet? Ja, nou, er is helemaal niks van de grond gekomen. Nee. Ben je nooit begonnen of? Nee, maar dat kwam ook bij wonen daar op het Norgevaart. Ja. En ja, goed. Mijn ouders hadden allebei zelf niet zo gekke veel met sport. Ja. Dus daar werd dat ook niet gepromoot. Ja, en dan moesten ze een beetje reizen. En ja, want dat is niet af te fietsen vanuit de Norgevaart naar de Goomoos. Dus zo, nee. En we hadden thuis een tuinderij erbij en er was altijd werk genoeg. Dus dat maakte wij ons. Maar goed, het is wel zo, als ik die kinderen van me zie voetballen. Ja. Dan denk ik van, joh. He? Wat is een talent met mij misgelopen? Ja, dat zou je wel denken. Ja, ja. Maar je hebt nooit de voetbalschoen onder gehad, helemaal nooit. Jawel. Maar één keer in het jaar ja. Hadden wij
Het dorpenvoetbal. Dorpenvoetbal? Dorpenvoetbal. Wat is dat? Dat is allemaal van voor jullie tijd, hè? Ja. Dat is nog vanuit de oude gemeente Norg. Ja. En dat in de Norg en de buitenliggende dorpen, Peest, Langelo, Huis te Rijden, mm-hmm. etcetera, deden naar mee natuurlijk. Ja. Zo ook Huis te Rijden. Maar Huis te Rijden had absoluut geen voetballers, hoor. Maar we deden wel mee. En we hadden er maar één voetballer bij. Ja. En dat was Lambert Koops. Oké. Okay. En Lambert die organiseerde alles. Van de keeper aan schoenen tot de schoenen naartoe. Ja? Ja. En als dat weer zover was en we moesten de wei weer in met z'n allen. Ja. Nou, Lambert was weer 2 weken druk om van alles te organiseren. Want ja, nou ja, de voetbalschoenen was ook niet allemaal maatje 42, 43. Niet op maat gemaakt. Niet op maat gemaakt. Dus ja, Lambert die reisde start en land zo'n beetje af achter voetbalschoenen aan om iedereen. Maar goed, ja, voetbal waren we niet zo sterk, maar in de kantine kon we wel aardig rennen. Ja. En ik had jou vanmiddag ook nog een appje gestuurd van wat is nou je favoriete team, wat is nou het gezelligste team als je nou een team moest maken van noem eens wat namen en maak er eens een opstellingje van. Heb je dat nog voorbereid? Ja, dat was op zich, de vraag was vrij makkelijk, dat ik dacht van dat doe ik zo. Maar ja, goed, ja, ik heb een rijk sociaal leven en ik wil ook niemand tekort doen. Ja. Dus ja, ik had er nogal een opstelling bij nodig hoor, om iedereen een plekje te geven. Hoeveel man heb je op papier gezet? Ja, 27. Ja, 27? Ja, en dan heb ik nog iets van 24 wissels, denk ik. Ja. Ik ben heel, heel benieuwd, Edwin. Ja, nou ja, goed, om iedereen aan een plekje te geven, Roy. Ja. Dacht ik van nou, we moeten maar zo doen dat we beginnen met een trainingskamp. Trainingskamp? Ja. Oké, okay, in? In Norg. In Norg. In Norg. In Norg. Op de Gomersvelden. Oké. Okay. En dat trainingskamp, dat vindt plaats op de Gomersvelden. Maar ja, we moeten nog een plekje hebben, maar dat doen we in Groningen ook natuurlijk. Ja. Dus wij hadden bedacht van, ik ga bij Jos in Hotel Karsten. Oké. Okay. Jos wordt... Wat een nieuwe uitbouw. Okay. Ik denk, nou, weet je wat? Ja. We gaan daar direct met het hele voetbalteam naartoe. Oké. Okay. Start bij Jos, bij Karsten. Ja. Okay. Ja. Ja. Nou, dan denk ik van, nou, het moet ook wat wezen natuurlijk. Ja. Het moet wat wezen. Ja. Dus dan, ik denk van, laten we een uitwedstrijd doen. En dan hebben we op een spelersbus. Ja. Hè? Ja. En dan vindt iedereen daar ook in de plek. ik moet toch iedereen kwijt, ja. 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 En die spelersbus heeft natuurlijk een chauffeur. Ja. Nou. Ik denk, wie kan er beter aan de beurt rijden dan Harry Hoop? Harry Hoop. Harry Hoop. Harry is een snorhoop. Harry met zijn porno snor. Ik denk, weet je wat? Ik denk, die gaan sturen. Ja. Die gaan sturen. Oké. Okay. Is ook in mijn beleving de enige met een busrijbewijs. Dus ik denk, maar goed. Die maar op de bus. Harry die rijdt natuurlijk niet altijd op de bus. Ja. Dus ik denk van, dan moet ook een reisleider die. De reisleider, oké. Okay. Reisleider, ik denk, wie is er nou makkelijk met een microfoontje? Ik denk, maar goed, de microfoon kan er ook gezongen worden. Ja. Ik denk, doe de gebroeders Siegers er met z'n beiden worden. Ja, oké. De gebroedertje Siegers. De gebroeders Siegers met z'n beiden. Wat nummer? Iets van Tino, hè? Tino Martin. Ja. Oké. Iets van Tino. Ja. Ik denk, van de een zingt, de ander die leidt. Kom vast goed. Dat komt vast goed. Ja, ja. Maar ja, goed. Je hebt niet zomaar een team natuurlijk. Ja, een team heeft natuurlijk wel, maar goed, er moet natuurlijk ook een trainer bij. Ja. He? Ja. Wie kan er nou beter ons trainen dan Wouter Jan Hiemstra? Hiemstra. 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 Okay. He? Ik hang toch elke zaterdag aan hem. Ja. Dus ik denk van, weet je wat? Hiemstra hoofdtrainer. Wat voor gozer is dat, Hiemstra? Kennen de meeste mensen niet, denk ik? Nou, misschien is dat ook maar beter. Nee. Ja. Hiemstra is die leeft voor voetbal, echt waar. En die jongen is zeer kundig. Die wil dat ook graag overbrengen op de jongens, hè? Op de selectie van Haas. Ja, ook een echte Fries, toch? Het is, daar kan die jongen niks aan doen natuurlijk. Maar hij past ook zeer goed bij gewoon, vind ik. Maar ook gewoon sociaal en aardig. Die gaat wel doorgroeien naar de eerste, zeg maar. Ja, nou, en om hem daar direct aan te laten snuffelen, denk ik van, weet je wat? Ik zet hem bij ons, bij mijn gezelligheidsteam, als hoofdtrainer op het moment. Hoofdtrainer? Zo, netjes. Ja, maar goed, misschien moet er dan nog ook iets van een hulptrainertje bij. Ja. Die ook aan wat kan leren van Hiemstra. Ja. Nou, die viel vrij snel uit de hoed. Wim Bagering.
Wim Bagering. Wim Bagering. Als assistent, zal hij dat doen? Denk je? Ah, tuurlijk wel, tuurlijk wel, tuurlijk wel. Wim wil ook wel wat leren, toch? Zeker van Imstra. Ja, toch, ja, toch, ja, toch, ja, toch. Nou ja, goed, er moet een leider met ons mee. Ja. Ik denk, wie zal ik nou eens meenemen als leider? Nou, er is natuurlijk maar één echte leider. Ja. In heel Norg, waarvan ik denk van, joh, er is niemand die zo goed leiding kan geven als leider. Theo Renkema. Theo Renkema. Theo van de mooie man. De mooie Theo man. Met het praat. Ja. Mooie man, mooie man. Dus, maar goed, Theo kan het ook niet alleen. Die moet ook een assistent hebben. Ja. Luc Mats. Luc Mats. Luc Mats. Ook nog erbij. Ik denk, Theo die praat. Ja. Ik denk, Luc zegt niet zoveel. Ja. Hè? Luc zegt wel eens veel, maar dan kun je hem niet verstaan. Want hij heeft een biertje gehad. Ah, ik denk dat loopt wel met z'n benen. Ja, die vinden elkaar wel. Die vinden elkaar wel. Die vinden elkaar wel. Ja, goed, dan denk ik, ja, hè? Een verzorger moet een verzorger mee, zomaar dat nodig wezen. Ja. Ik denk het haast niet, maar goed, we moeten toch nog van een verzorger, moeten we het ook hebben. Ja. Ik neem Ronald Sloots mee als verzorger. Ronald? Ja, niet omdat hij ja, kundig is, denk ik, in het verzorgen, maar ik heb nog een tegoedbal van hem, die heb ik gewonnen bij... Die moet ook een keer op. Ja, precies. Ja. Slootsie. Dus Slootsie gaat mee als verzorger. Ja. Ja. Dan denk ik van, joh, dan heb ik die waterzak nog natuurlijk. Er zal toch ook een met die waterzak moeten lopen? Ja. Nou, een uurtje over nagedacht. En toen dacht ik van, weet je wat? Ik deed die Bert Riesma, die mag iedereen toch graag aan de zak zitten. Ja. Doe ik die de waterzak in dan? Die de waterzak. Die de waterzak in dan. Ja. Huh? Nou, ja. Nee, dan heb ik het bijna compleet qua staf. Maar goed, ik moet natuurlijk ook een grensrechter nemen. Maar ik neem Albert Doosma mee als grensrechter. Albert Doosma? Albert. Want die kans moet vlaggen? Nou, dat niet zozeer. Maar kijk, einde van dit weer heb als vandaag. Ja. Ja, Albert Heffen, die spleedoogjes. Hij dat tegen de zon staat te vlakken. Wat al is makkelijker. Oké, okay, precies. Precies. Huh? Ja, dat is goed over nagedacht. Ja toch? Ja. Ja toch? Dus dat draait. Ja. Huh? Dat draait. Maar goed, dan moet ik natuurlijk nog even een team opstellen. Wat lastig, dan moet je nog goede voetballers opstellen. Ja, maar goed, die zijn er. Nou, die deed maar, het is natuurlijk te makkelijk om te zeggen, want ik neem Melvin mee als keeper. Ja. Dat is te makkelijk. Ik denk, die zakken zijn doel zetten naar sluitpost. En dat is ook een gezellig team, hè? Ja, precies. Maar goed, je moet ook een goede sluitpost hebben. Ja. En ik denk van, wie kan dat beter als Anne de Brugge? Anne de Brugge. Oud-keeper? Nou, dat weet ik niet, maar Anne verkleurt nergens van, wordt nergens bang van. Ik denk, nou weet je wat, ik wil wel een enorm doel. Huh? Geen schrik? Nee, precies. En daar zet ik voor als laatste man, want het gaat uiteindelijk natuurlijk om de gezelligheid. Ja, en ik vind hem zeer gezellig en ik heb bijna elke week schik met hem. Ja. Jannes Kuipers, laatste man. Jannes, bikkelhard, snoeihard. Huh? Geen prater. Nee, huh? Nee. Ik denk, die neem ik mee. Ja. Maar die neem ik mee. Nou, dan kom je bij de backs natuurlijk. Wie zou ik daar nog eens neerzetten? Ik kon er natuurlijk wat aas neerzetten, maar ik denk, het gaat ook om de gezelligheid. Ja, het blijft gezellig. Ik denk, ik zet op linksback Lucas Harms. Lucas Harms. Waarom Lucas daar? Ja, kijk, het is zo, het is een back. Ik denk van, joh, en Lucas is natuurlijk bij de brandweer. Ja. Gaat de pieper, is hij weg? Is hij als de brandweer? Is hij weg? Ja. Is hij weg? Zet je Lucas in de spits, de pieper gaat en hij gaat weg. En er komt net een voorzet. Ja. Ja, we hadden natuurlijk niet gescoord. Heb je dan nog iemand nodig om die pieper te activeren? Of misschien leuk als we nog een plaatsje voor je opnemen? Ja, weet ik. Lekker. Ja. Maar goed, rechtsback. Ja. Ja, ik denk, wie zou ik daar eens neerzetten? En dan zet ik mijn zoon neer. René. Jo. Dat is natuurlijk wel een talent, hè? Dus ja, die kan ik natuurlijk niet voorbij. Nee, ja, die moet je opstaan. Niet omdat het een leuke vent is, maar gewoon... Precies. Nou, dan hebben we natuurlijk het middenveld. Ik moet daar een aanvoerder hebben. Ik denk, wie zet ik dan nog eens neer? Ik denk, wie zet ik nou op het middenveld neer en wie maak ik dan ook direct aanvoerder? Ja. Nou, dat moet natuurlijk een positief ingestelde fan wezen. Maar die moet de rest ook bij de hand nemen. Mm-hmm. Ik denk, wie kan dat beter als Marcus? Marcus Roosevelt. Op het middenveld. Ik zet Marcus op middenveld. Ja. En ik maak hem ook gelijk aanvoerder. Marcus is natuurlijk positief ingesteld. Het is altijd dikke prima. Ja. Hè? Dus ik denk van, zo doe ik dat. En haalt hij de biertjes ook in de tijd. Precies. Nou, en dan kom ik natuurlijk rechts op het middenveld. Daar zit ik Guido Kommer.
Guido Koop. Gezellig blijven, Edwin. Guido Koop. Ja, maar goed, ik moet ook met hem werken, dus ik moet hem doen. Ik moet hem doen. Ja. En ik denk van, zet ik een pal voor René? Ja. Ik denk dat ik aan René hem stuur. Ja, wel sturing en, nodig. Hè. En dan kan René, die kan hem ook nog wat aanwijzingen geven. Ja. Huh? Een beetje supervisie van René. Ja, misschien is dat niet. Ja. Nou, dus kwam ik natuurlijk helemaal op een linkerkant zitten op het middenveld. Ik denk, ja, wie zou ik daar nou eens neerzetten? Maar goed, ik denk, ik doe Willem Dussel. Willem Dussel. Dat is een echte voetballer. Willem is wat twijfelachtig. Hè? Wat nu? Ik zet Willem. En dan zet ik hem naast Max. Ja. Ik denk, want dan, ze kaarten natuurlijk ook altijd met z'n tweeën. Ja. Ze zeggen dat het altijd goed gaat. Dus ik denk, bij wat, dan poot ik die twee naast elkaar. Ja. Huh? Ja, dat is goed. Nou, dan denk ik van joh, dan komt de nummer 10, die zou ik daar eens neerzetten. Nou, die viel vrij gauw uit de hoed, dat ben ik zelf. Ja, nee, jij bent echt een 10 en alles. Ik denk, dat doe ik zelf. Ja. Ja, dan hebben we nog rechts buiten. Dat doe ik Geert Hartlief. Waarom Geert? Geert is wel een mannetje met oog voor de bal, hè. Geert kan gewoon een balletje geven. Ik denk, die zet ik daar neer. En geven of één? Ja, ook eten. Ja, maar ik denk dat komt wel goed. En dan, ik denk, dan zet ik linksbuiten, zet ik Gert Wijders. Ja. Nou, dan kwam natuurlijk, dan moet er nog een spits bij in. En dat was helemaal lastig, hè. Maar dan wordt Geert Egbert Turksma. En waarom die daar? Nou, goed. Ik zet Geert Egbert in de spits. Maar hij staat er denk ik maar 3 minuten, want die snapt het hele spelletje. Gewoon voor de gezelligheid. Maar gewoon voor de gezelligheid moet Geert ook mee. Ja. Maar die wissel ik na 3 minuten denk ik voor Leon. Voor Leon Turksma. Ja, kijk, we hebben het over gezelligheid. En Leon is natuurlijk wel een gezellige kerel. En niet gek, hè? Leon is gewoon prettig gestoord. Ja. Huh? Ja. Is gewoon prettig gestoord. Ik vind het wel gek dat hij altijd zonder broek op foto's staat. Ja. Zonder onderbroek. Ja, ik denk dat zijn moeder de broek altijd te groot koopt voor hem. Ik weet niet wat het is. Ja. Ik weet niet waar het is. Of je bent altijd warm. Ik weet niet wat het is. De enige man die bij Gomos op de wc staat te pissen. Ja. Die voor de wc op de wc staat te pissen. Ja. Mooi ventje. Maar hij is altijd wel plezierig. Huh? Ja, zeker. Hij is altijd wel plezierig. Maar goed, je snapt natuurlijk wel, ik hou dat zelf niet zo lang vol. Ja. Dus ik denk dat ik na 60 minuten, heb ik al 4 keer gescoord denk ik, dan ga ik mezelf wisselen. Ja. Ja, dan moet er natuurlijk een op de nummer 10. En dan denk je van ja, wie moet ik daar nou neerzetten? Maar goed, we hebben natuurlijk zelf de A's ook altijd bij ons op zaterdag. Ja. Dus dan wissel ik mezelf voor Tim Aasman. Timmetje Aasman. Nou, dan neem ik een paar wissels mee. En dat zijn Evert Jan. Ja. Beetstra. Die komt er ook niet in, want die heeft gewoon hele slechte enkels. Maar goed, hij kan wel gezellig, in de dugout zitten. Ja. Ik zet daarbij Hendrik Wijders. Hendrik Wijders, waarom die? Nou, kijk, ik heb natuurlijk Geert Hartlief en Gert al voorin lopen met z'n beiden. Ja. Die gaan allebei zelf al vol voor de bal. Mm-hmm. Zet ik Hendrik daar ook een beetje tussen, dat wordt ruzie. Ja? Dat wordt ruzie. Ja, die man niet meer zo fanatiek. Dat wordt ruzie. Ik bedoel, Gert en Geert met z'n bijna aan het biljarten vrijdagavond. Dat gaat al gek genoeg. Bij KUT? Bij KUT. KUT? Ja. Dat gaat al gek genoeg. Dus Hendrik zit op de bank. En dan neem ik als wissel nog mee Jopie Tip. Jopie. Waarom Jopie? Nou, ja, Jopie kan natuurlijk enorm hard lopen. Ja, voor de snelheid is wel makkelijk. Een beetje maar, voor inzet. Voilà, Jopie staat op mijn bank, want het is natuurlijk niet alleen vastgegeven dat hij er is. Want even zo goed ligt hij bij Jannes en Ria op de bank te slapen met Wolper de Hond. Dus vandaar Jopie op de bank. Maar met deze man denk ik dat we een gezellige middag hebben. Ja, zeker. Een soort mannenhuitje wordt het dan. Een soort mannenhuitje. En de spelersbus, wat is dat voor bus? Partybus? Ja, er zal waarschijnlijk een tab in zitten en iets met een iPad met Spotify of zo, iets in die geest. Ja, een beetje langs kroegen en zo. Ja, die toppen. Ik heb ook nog een paar kijkersvragen voor je, Edwin. Nou. Kijk eens even. Massaal ingezonden. Iedereen was zeer benieuwd naar je. 3 envelopjes. En je mag ze openen. Alle 3? Alle 3, zeker weten. Nou, ik laat maar verrassen, het zal wel wezen.
lees eerst even hoor. Ik denk van, ik kan wel of ik kan niet, zeg maar. Alles komt op beeld. Oh ja, een weekje naar Lorette Mar. Of nog eens 3 maanden in quarantaine. Nou, ik ben benieuwd. Nou, het is een hele lastige. Maar, je gaat toch voor 3 maanden in quarantaine thuis. En waarom niet naar Lorette Mar? Nou, wij zijn daar vorig jaar geweest. Ja. En na 2 dagen hadden er 36 graden en had ik al zoiets van, wat doe ik hier? En de derde dag kwam ik niet meer onder de ergo weg vanuit de kamer. Dat ik denk van, joh, dat was maar mooi en lang geworden. Nee, dus ik blijf... Mooi verbrand of niet? Ja, dat wil wel. Dat wil wel. Dat wil wel. En ja, we dachten als een keer van, joh, wat doen? Christa zegt, we doen het makkelijk. We doen all inclusive. Ja. Nou, nooit gedaan. Weet je wat? We doen het makkelijk. Goed, dat doet die Spanjaarden. Die bereiden natuurlijk het eten met heel veel olie. Ja. En, ik denk dat ik aan het einde van de week meer olie heb gehad dan ik het hele modderblok van over. Ja. Ah, lekker man. Nee, dat is niet meer ding. Nee, dat ga ik nooit meer in. Vakanties worden we nu, alleen skivakanties. Ja, nou ja, goed. Dat is ongeveer hetzelfde als voetbal met een gezellig team. Huh? Ja. Je gaat elk jaar toch, skivakantie? Ja. Is dat een beetje mooi? Ja. Ja, mooie club. Mooie club. Bleef je niks mee zeker? Ja, dat gebeurt elke dag wel wat, hè. Maar ja, het mooie daarvan is dat de jeugd steeds ouder wordt. Ja. En dat de jeugd zichzelf ook redt. Ja, precies. En ski je zelf ook dan of? Nou, ik heb van het jaar nog één keer de goede poging ondernomen. Ja. En ik heb de schoenen te kopen inmiddels. Ja. ik stop. Ah, top. Het gaat niet om mij, jongen. De jeugd en de volwassenen om me heen hebben heel veel lol. Ja. En dan heb ik het ook. Ja, precies. Daar kan ik precies. Wel prima van maken. Huh? Ja, dat zijn mooie dingen. Nou, ik ben benieuwd naar vraag 2. Wat hebben de kijkers voor je in petto? Iedereen is in de tuin, hè? Dat zie je maar, allemaal bekenden hier. Ja, wat zou je graag willen doen als je een carrière switch moest maken? Geen dakdekker meer, geen bedrijf meer, wat moet je doen? Ja, dat is... Deze vraag komt waarschijnlijk bij mij uit het gezin. Want... Ik kom wel eens uit het ziekenhuis in Asten. Ja. Gelukkig niet heel vaak. Maar als ik daar kom, ja, dan zie ik die man daar achter die balie zitten. Ja. Daar bij de ingang. En elke patiënt die meldt zich daar, dan denk ik van, joh, maar die man toch een prachtig mooi leven. Nee, van jullie zijn elke dag onder de mensen. Ja. Huh? En er komen een heleboel mensen tegen. Ja, en mensen komen gespannen binnen. En goed, dan kun je een luisterend oor wezen. En je kunt mensen proberen wat positiviteit bij te brengen. En wat op te peppen. Maar goed, er gaan natuurlijk ook heel veel mensen opgelucht worden. Ja, dat is zeker waar. Huh? Ja. Dus als ik ooit nog eens denk van, joh, ik ga wat anders doen. Ja. Ja, dan denk ik maar dat laatste heel leuk. Oké, verrassend. Ja, ja. Niemand achter hier gezocht, denk ik. Nee, hè? Nee, ik hè? Niet. Nee, hè? Nee, hè? Sterker nog, ik denk als ik mijn hele carrière weer over kon doen, ging ik in de zorg werken. In de zorg? Ging ik in de zorg werken. Ja. Zou je niet direct bij je zoeken, maar nee, hè? Nou, als je het zegt, je zou ook wel kunnen doen. Hè? Ja, ik denk dat ik in de zorg ging. Ja. Ik ben ook wel benieuwd naar vraag 3. Is het laatste appje dat je hebt gestuurd naar je vrouw? Nou, telefoon erbij. Ik ben heel benieuwd. Nou, foto's mogen ook op beeld trouwens. Dat zal, ik denk, vanmorgen nog zo geweest zijn, denk ik. Oh, ze staat ver onderin. Dat is niet goed, hè? Al die andere vrouwen staan erboven. Nee, je wilt niet wezen. Wat is het? 25 centiliter met draaidop. Waar zal dat over gaan? Ja, daar heb ik geen flauw idee van, waar daar eigenlijk op sloeg. Nou, weten we dat ook weer. Ja, ja. Dat is wel iets wat de kijkers interesseert natuurlijk. Ja, dat denk ik. Ja, je bent ook nog een keer toch met Theo een keer naar een bloemenveiling geweest, toch? Hoe zou dat ook weer? Dat was ook zo'n domme actie. Dat was ook uiteindelijk wel leuk, maar goed. Dan heb je een groot boord. Ja. Het was,
denk ik, jaren 2-3 terug met de feestvierdaagse. Ja. Dat was de vrijdagavond bij Arnold. En we bleven daarvoor aan die staarttafel staan bij Arnold voor de bar. Mm-hmm. En Aniek stond er ook bij. Aniek van de Bloemenboutique Aniek? Van de Bloemenboutique. Ja. En dat was s'nachts al om een uur of vier of zo, joh. En die zegt van... Al om een uur of vier. En die zegt van, ik moet morgen vroeg om 8 uur naar de bloemenveiling. Ja. Ik zeg, hij dat toch niet kan nog gaan? Ik zeg, neem maar bos rozen voor Christa mee. Ja. Romanticus als je bent. Ja, ik denk van, nou dat is net ook klaar, ja. Ja. Theo die staat naast mij en die zegt van, maar weet je wat, doe er nog een graai in, hemmer. Ja. Neem dan ook een Fortini mee. Mm-hmm. Nou, maar goed, er werd wat langer geworden. Ik zeg op een gegeven moment tegen Annie, ik zeg maar, weet je wat ik doe, ik ga zelf wel met je mee. Je gaat niet, Theo? Ja, zeker, zegt Theo. Dus ik denk dat wij om 5:15, 6:30 thuis waren. Ja. Wekkertje gezet. Ik is morgens Theo opgepikt om 7:30. Kon al wel. Wij naar Aniek. Ja. En Aniek die liep natuurlijk een paar dikke doppen en die zegt van, gaan jullie echt mee? Ik denk, natuurlijk gaan we mee. Maar goed, we waren nog geen 5 minuten op de veiling. Toen liep... Daar loopt Aniek. Ja. Toen liep Brenker maar met bloempot op mijn kop. Ja. Waarvan een van die mannen daar dacht van, joh, weet je wat, ik geef die tweede kop koffie. En dan zet ik zo rustig in de hoek. En Aniek had de hele kar al vol, hoor. Wij hadden de hele kar al vol met het hele spul. Maar goed, wij... Tini. Die belde op een gegeven moment ongerust naar Theo op. En die zegt in Theo, waar zit jij wel niet? Ja. Ja, die had niet eens gemerkt dat hij alweer weg was. Die had niet eens gemerkt dat hij thuis was ja. geweest. Dus die dacht van, joh, hij zit nog in de kroeg. Ja. Maar goed, die grote bos rozen die viel natuurlijk bij Tini in de keuken. Toen was het natuurlijk Rosanna natuurlijk, hè. Toen ben je wel weer op berg gekropen, of? Ja, dat zal ik je vertellen. Minder zaterdag gaan. Ja. je moet nog een bosje brandnetels of zo meenemen. Ja, ja. Dat was voor Richard. Richard de Wind. Die zei van, joh, hij had die kan nog hard. Neem mij maar een bos brandnetels mee. Nou, en die had ze de keurig aangehouden. En die heeft daar van een of ander talud een bos brandnetels geplukt. Ja. En ook keurig netjes bij Richard afgeleverd. Ja, dat is een mooie ding, joh. Dat weet je over 5 minuten. Over 5 minuten, ja, weet je dat nog. Ja, dat is een hartstikke mooie ding. Dat is een mooie ding, joh. Superman. Dat is een mooie ding. Huh? Nou, Edwin, we zijn op de eindbestemming alweer. Nou, mooi man. Dit was hem alweer. Mooi, bedankt man. Voor het mooie gesprek. Ja. En dan gaan we elkaar nog weer spreken. Kom goed. Gaan we doen, Roy.